Willem, nogmaals super tof dat je erbij bent. Ik denk dat veel mensen jou niet kennen die dit kijken. Willem Viegen is echt een hele krachtige evangelist. Je bent al best wel intensief bij Frontrunners betrokken. Ja. Want je geeft behoorlijk veel les op onze Revival and Ministry School. Je neemt de studenten veel mee, de straat op, allerlei vormen van evangelisatie. Maar je hebt zelf ook een hele reis afgelegd qua evangelisatie. Cool. Je hebt echt van alles gedaan. Je bent met een huifkar 3 keer door Europa heen getrokken. Een tiny house klinkt iets... Een tiny house op wielen. Huifkar was dat wel met een paard en wagen of was het gewoon met een... Nee, dat was gewoon met een grote bestelbus. Grote bestelbus. Dus, ja. Nou ja. Een grote, wel echt gaaf. Gewoon 3 keer Europa toch rond? 2 keer rond geweest. En de derde keer ben je blijven hangen. En de derde keer zijn we op Cyprus blijven hangen. En zijn we daar echt meer aan het bouwen gegaan. Een gemeente gesticht, een bijbelschool, een Holy Spirit Conference. Evangelisatieproject natuurlijk. En ook vanuit Cyprus het Midden-Oosten gewerkt. Dus Egypte, Israël, Turkije. Eigenlijk verschillende plekken waar we gewoon de evangelie hebben verspreid. Training hebben gedaan, bediening hebben gedaan. Dus mooie tijd geweest. Super tof. Ja. Super tof. Hoe lang heb je dat gedaan? Ja, die woonwagen, we zijn in 2015 naar Nederland weggereden. Nu is het zelf ook alweer veranderd van een tiny house naar een woonwagen. Hè? Dus ja, woonwagen. Dat is geen huifkar, hè. Een huifkar is wel heel... We hadden kinderen en zo, dus een huifkar is wel heel pionierachtig. Nee, dus 2015 weggereden en we zijn toen 2 keer rond, 2 jaar gedaan. En toen nog een jaar of 4, 5 op Cyprus. Dus we zijn een jaar of 7 bijna naar Nederland geweest. Ja. Ja. En nu weer terug. En bij ons om de hoek. Ja, en zo doen, wij kenden elkaar natuurlijk wel, maar zodoende weer veel meer contact gekregen. En hij voel je ook om weer meer bij Frontrunners te komen. Klopt. Dus daar zijn we echt heel dankbaar voor. Ja. Dus dat is heel gaaf. En we gaan het dus vanavond hebben over het belang van het evangelie, het belang van de boodschap. Ik wil even een paar teksten lezen en dan gaan we gewoon lekker van start. Het eerste, Openbaring 21 vers 24, we hadden het er ook even voor. Over Openbaring 21 vers 24. Dit is een tekst die voor sommige mensen behoorlijk chockerend is. Maar ook zo mooi is als het gaat om hoe God denkt. Mm-hmm. En die tekst zegt namelijk, het spreekt over helemaal het eind. Het is natuurlijk het boek Openbaring, helemaal het eind. Daar staat, en de naties die zalig zullen worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid erin. Mm-hmm. Nou, de Bijbel spreekt hier over naties die zalig worden. Waarom haal ik deze tekst aan? Om even aan te tonen dat God denkt groter dan wij. Ja. Wij denken individuen, dat is heel belangrijk. Dat is ook één kant van het evangelie. Hè? Jezus die achter het ene schaap aangaat en de 99 achterlaat. Dat zegt wel iets over Gods hart. Ja. Voor evangelisatie en de vreugde die er is in de hemel. Als er één zondaar tot bekering komt. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel over hele naties die zalig worden. Jezus zei ook in Matthäus 28, disciple the nations. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Ja. Dus Jezus dacht ook in veel grotere eenheden. Jezus verwijt ook hele steden. Wee u, Bethsaida, wee u. Hele steden verwijt hij het, ook als ze het niet hebben aangenomen. Dus God denkt heel groot daarover. En we kennen natuurlijk allemaal de grote opdrachten. Die gaan we nog wel echt wel een aantal keer aanhalen. We gaan trouwens een serie doen. Hè? Dus deze week ben jij erbij. Volgende week kon je niet, doe ik hem. En de week daarna doen we het weer samen. 16 april weer. Ja. Dus we gaan 3 weken lang hierover hebben. Glory. Glory! Nice! En de grote opdracht van Jezus is natuurlijk, ga heen in heel de wereld. Ja. Predik het evangelie, Marcus 16 vers 15, aan alle schepselen. Dus als het op een schepsel lijkt, kan je er tegen prediken. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd zijn. En dan staat er, en de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn, de wonderen en de tekenen. En dan Jezus was met hun, en hij bevestigde het woord met de wonderen en de tekenen. En nog Handelingen 1 vers 8, natuurlijk heel mooi is, waar Jezus zegt, u zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt, om mijn getuige te zijn. He, dus eigenlijk de eerste vorm en het getuige van Jezus als de kracht van de Heilige Geest op je komt. Dus al deze teksten spreken over een enorme naar buiten gerichtheid. Dat we enorm naar buiten gericht zijn en dat de Geest van God ons kracht geeft om te getuigen. Nou Willem, jij bent al heel veel jaren heel fanatiek bezig met evangelisatie. Klopt. Ik heb vroeger ook heel veel straat-evangelisatie gedaan. Frontrunners doet natuurlijk ook met alle en de gratis boeken, de campagnes. Hè. Bij ons is meer evangelisatie een tak van de bediening. Ja. Nu komt Soul Winners erbij, wat ook waardoor het een hele grote tak van de bediening wordt. Maar ik denk dat heel veel mensen kijken dit en die zullen denken, ja, maar ik ben geen evangelist. Ja. Dat is het eerste wat veel mensen denken.
Nou, jij neemt onze studenten ook mee. We hebben 24 fulltime studenten. Ja. Daar zitten natuurlijk ook mensen bij die meteen zeggen... ja, maar hè, straatevangelisatie, ik ben geen evangelist. Ja. Kan je eens vertellen, deze week zijn jullie naar Amsterdam geweest. En, Vorige week naar Amsterdam, deze week naar Den Bosch. Zou je eens kunnen vertellen, gewoon, wat maken jullie daarmee? En wat zie jij bij de studenten ook gebeuren? Ja, geweldig. Ja, we maken ontzettend mooie dingen mee. Vooral Amsterdam als een feestje. Vandaag waren we in Den Bosch op straat. Hebben we 7 bekeringen gezien. 4 genezingen uit mijn hoofd. Ik denk ook een stuk of 4 bevrijdingen. Een paar woorden van kennis. Je ziet gewoon op straat, weet je. The Holy Spirit is the same. Hij werkt ook gewoon op straat. Vooral vorige week in Amsterdam was echt een feestje. Dus we waren met de groep naar Amsterdam. En we hebben 'smiddags op de Dam gepreekt. Met een speaker erbij. Het was hilarisch. Dus we hebben staat een videootje op ons Instagram-kanaal volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat Jelte die had gemaakt. Hè? Dus inderdaad, mooi filmpje ook daarvan gemaakt. En gewoon met de speaker daar naartoe, zonder vergunning eerlijk gezegd. Daar gaan we in de toekomst nog meer mee doen. En we hebben de hele zit midden... in de visie, maak je geen zorgen. Als de politie meekijkt, handhaving, God bless. We hadden geen vergunning. We gewoon de hele middag gepreached op de Dam. En gewoon... tientallen, over de hele dag, 23 bekeringen meegemaakt. Wow. Op gewoon 1 dagje Amsterdam. Laatst ook in Breda, hè, dat jullie gewoon op straat preken. Eigenlijk gewoon een altar call doen op straat. Als je Jezus aannemt, als je redder en verlosser, steek je hand in de lucht. Ja. En mensen blijven gewoon staan en steken hun hand in de lucht. Dat was wel uniek van Nederland, moet ik zeggen. Dat heb ik nog niet zo meegemaakt. Ja. Dus je ziet eigenlijk vaak, als je gaat preken met een microfoon, dan zie je dat mensen denken van, hoe kom ik zo snel mogelijk uit deze winkelstraat? Ja. Dus we doen dat ook wel gedoseerd. En dat we niet de hele tijd staan te... Nou, we hebben allerlei vormen van evangelisatie die je ook toepast, hè, naar die studenten. Ja. En wat maken de studenten zo mee? Nou, dat is leuk, hè? Dus je hebt hele verschillende studenten. Hè? Dus het is echt de Revival and Ministry School is ingezet op het ontwikkelen van de vijfvoudige bediening. Dus je hebt evangelisten natuurlijk, maar ook herders, je hebt ook leraren, je hebt allerlei apostolisch, profetische mensen. Maar als je terug gaat naar de blauwdruk, dan zie je dat Jezus had eigenlijk al die bedieningen in zichzelf, vereenzelvigd. Hij was de beste profeet aller tijden, hij was de beste apostel, hij was de beste leraar. De bergreden kan niemand dat tippen tot op de dag van vandaag. Maar je ziet wel dat Jezus al die gifting eigenlijk inzette om zielen te winnen. Mm-hmm. En dus hij ging van plaats naar plaats. Zijn hele bediening, 3 jaar tijd, denk je, Jezus, doe eens even rustig. Weet je? Dan kun je niet gewoon op 1 plaats gaan zitten en daar een grote bediening bouwen. Ja. En letterlijk in Capernaum komen op een gegeven moment mensen naar hem toe en zeggen, de discipelen komen naar Jezus zeggen, er zijn mensen die willen je spreken. Zeg Jezus, ik heb er geen tijd voor. Ik moet door naar alle plaatsen en alle steden om het evangelie van het koninkrijk te brengen. En dat is denk ik mooi aan de call to evangelism, de roep voor evangelisatie, is dat alle bedieningen en alle verschillende persoonlijkheden en types die we in de kerk hebben een rol in evangelisatie. Ja. Nou, wat ik ook wel eens uitleg, en ik denk dat is heel belangrijk, wat mensen niet... volgens mij moet je iets dichter bij de microfoon zitten, zeggen mensen. Dus, wat ik ook wel eens uitleg is, kijk, apostelen, de grote opdracht, werd eigenlijk aan de apostelen gegeven. Ja. Die gingen het evangelie prediken. Dus de apostelen predikten het evangelie, namen nieuwe gebieden in. Wat doet de herder? Die laat 99 schapen achter om er 1 te vinden. Dus iedere herder, een goede herder, bekommert zich om verloren schapen. Ja. Nou, een evangelist is duidelijk dat hij zielen wint. Duidelijk. Maar een Bijbels voorbeeld van een leraar was Apollos. En wat gebruikte hij? Hij gebruikte de schriften om mensen ervan overtuigen om tot Jezus te komen. Precies. Dus ook de herder... Paulus was natuurlijk een apostel en een profeet. Maar ook de profeten waren zielenwinnaars. Ja. Dus het waren allemaal zielenwinnende bedieningen. Ja, de hele focus van de kerk lag op het zielenwinnen. Ja, en we was zijn dat naar buiten gericht. Ja. Ja, en dat moeten we terugbrengen. En als je inderdaad kijkt, dat zeg ik dan wel eens voor de grap ook in mijn trainingen en de lessen die ik geef. Ja. Van Jezus was de beste profeet aller tijden, maar hij gaf nooit de profetieconferentie in de synagoge. Ja. Weet je, dus hij gebruikte zijn hele gifting om gewoon zielen te winnen en het koninkrijk van God te verspreiden. Woorden van kennis op straat. Ja, de vrouw bij de bron, Johannes 4. Ja. Hij geeft die woord van kennis, waardoor die vrouw tot geloof komt. Maar niet alleen die vrouw, die hele stad loopt uit. En die hele stad Je kan je zelfs afvragen, hoeveel is je gifting waard als je het alleen maar in een kerksetting kan inzetten, hè? En heel veel mensen zie je, die kunnen alleen in die setting functioneren. Terwijl het is juist om mensen te winnen voor Jezus. Dus dat dus inderdaad verschillende christenen, allerlei soorten en maten. Iedereen is geroepen om het evangelie te verspreiden. Dus het is niet de vraag, ben je geroepen? De vraag is, hoe ben je geroepen? Ja. En hoe ga je dat handen en voeten geven? En zelfs iedere christen, de opdrachters die we net hadden, Handelingen Evers 8. Ja. Ja, de Heilige Geest is niet om koprollen te maken en 6 keer te schudden in de dienst. Hoewel de Heilige Geest kan mensen aanraken, mensen kunnen aangeraakt worden. Maar uiteindelijk moet de kracht omgezet worden in getuigen. Ja. Getuigen van Jezus.
Nou, ja, dat is ook mooi. Als je kijkt naar die tekst die je net aanhaalt, Handelingen 1 vers 8, dan zie je dat die kracht van de geest die komt op de eerste gemeente. En die eerste dag wordt er geen melding gemaakt van genezingen, geen melding gemaakt van bevrijdingen. Maar er komen gewoon even 3000 zielen tot geloof. Ja. En dat is ook iets waar ik me voor inzet, ook met onze trainingen en wat ik mag doen op de fulltime school. Om ook studenten gewoon te leren om het evangelie te preken met kracht, waardoor zielen binnenkomen en gewoon het koninkrijk van God gaat rollen. Ja. En het groeit, weet je wel. Ja. Dat is primaire focus. Nou, we hadden het even over verschillende thema's die we gaan behandelen de komende avonden. Wij zijn samen bezig om een Soul Winner School op te zetten. Dus Halleluja. Voor iedereen. Ik wil echt mensen aanmoedigen. Maak daar alsjeblieft tijd voor. Ja. Het zal 10 zaterdagen op een jaar zijn. Maar wij hebben samen een hele brainstorm sessie gehad. Die was pittig voor ons. Hè? 3 uur lang en een paar blikjes cola. Maar we kwamen er doorheen. Gewoon het hele de module en de thema's. En, ja. Wat ik sowieso mooi vind. Hè, je bent echt een ras evangelist. Gewoon hoeveel er in jou zit. Als het gaat om evangelisatie. Met al die thema's. En die hoek en die hoek. En die mensen wil ik activeren. En die soort evangelisatie. Ja. En je evangelisatiestijl ontdekken. Ja. Hè, dat je zit daar. Je bent daar zo mee bezig. En een van de dingen die jij meteen noemde was als hoofdthema ook in een van de modules, is de wereld gaat kapot zonder het evangelie. Ja. Ja. Zou je daar eens alvast wat over kunnen delen, zeker. Waarom het zo belangrijk is? Ja, nou ik wil eigenlijk gewoon beginnen, als je gewoon kijkt naar de wereld voor Jezus. We hebben natuurlijk net de kruisiging en de opstanding gevierd, Pasen gevierd. En wij zijn zo gewend geraakt aan de kennis van het christendom en dat het bestaat. En, de invloed op de maatschappij. Ja, onze maatschappij is eigenlijk een overblijfsel, zou je kunnen zeggen, van een opwekking en van een reformatie in ons gebied. Maar als je gaat kijken naar voor die tijd, ik heb eens een boek gelezen dat heette de Jerusalem Biography. Dat is echt een hele dikke pil, nog dikker dan de Bijbel. Dus be careful als je hem gaat lezen, gaat je veel tijd kosten. En in dat boek gingen ze eigenlijk gewoon de geschiedenis van Jeruzalem bekijken. Gewoon van het vroege begin, hè, de vestiging, de verovering door David. En dan helemaal door de geschiedenis en dan gaan kijken alle volken die Jeruzalem hebben veroverd. En alle oorlogen die er zijn geweest. En dan viel me één ding op. Dat de menselijke geschiedenis is gewoon één grote puinhoop. Is gewoon het recht van de sterkste. Is gewoon, als jij een legertje hebt, je hebt een paar zwaarden. Je hebt net de nieuwste uitvinding, nieuw type zwaard. En jij kunt de rest de baas. Hak je iedereen in de pan en je vestigt jouw koninkrijk. En er was geen nederigheid. Er was geen zorg voor andere mensen. Er was geen waarheid vaak. Weet je, recht van de sterkste. En dan, dat was al eventjes, hè, dat, als je kijkt naar de Joodse wet. Sommigen zeggen, ja, maar die was wel heel strikt, moreel. Ja. Allerlei rechtvaardigheidswetten. Ja. Maar dat kwam door de goddeloosheid van alle volken die aan kinderoffers deden, allerlei soorten bizarre van dingen. Seksueel misbruik. Bizarre dingen. Gewoon de meest bizarre dingen. Dus een van die mensen die bijvoorbeeld Jeruzalem veroverd heeft, niet veel mensen weten dat, maar bijna alle grote generaals en politieke leiders van het verleden zijn in Jeruzalem geweest ongeveer. Dus een van hen was Genghis Khan. En ik zat toevallig wat te lezen vandaag over Genghis Khan, dat hij dus ook China veroverd heeft. En daar hebben ze het toenmalige Beijing, daar woonden meer dan 1 miljoen mensen, heeft hij gewoon veroverd. De vrouwen allemaal prostituee gemaakt en alle mannen en kinderen vermoord. Er zijn geschiedkundige bronnen dat er gewoon 1 miljoen mensen werden gewoon op een grote piramide gegooid, lijken en gewoon verbrand. En dat is gewoon een slagpartij geweest. En in een zekere zin was zeg maar dat beestachtige in de mensheid was normaal voordat het evangelie kwam. Wat ook wel bizar is, een van de grootste dingen die je altijd hoort, en dat zal jij ook op straat tegenkomen, mensen zeggen, ja, nee, maar religie veroorzaakt alle oorlogen en problemen. Dat is nonsens. Terwijl als je kijkt inderdaad, hè, sowieso had niks met de boodschap van Jezus te maken, maar als je kijkt naar Stalin, naar Hitler, naar die grote genocides in de geschiedenis. Ja, dat was juist het pure atheïsme, absoluut. En het God eruit halen en daardoor zelf God gaan spelen. Franse Revolutie, nog een voorbeeld. Ja. Hè? Toevallig vandaag op de fulltime school over gehad. De Franse Revolutie was niet alleen dood de koning, dood de adel, maar ook dood God. Dus vrij worden van God. Alleen al in Frankrijk zijn er bijna 1 miljoen mensen om het leven gekomen toen de revolutie door het land heen ging. Ja. Dus dat zijn verschrikkelijke dingen. En dan zie je eigenlijk in dat boek ook, zie je gewoon een soort zo'n moment van Jezus komt, weet je wel. En ineens komt de Zoon van God en die begint andere dingen te preken. Die begint de bergreden te preken waar we het net over hadden. Die begint het voorbeeld te geven. Hij was de voeten van zijn discipelen. Hij zegt, bij jullie zal er niet iemand over jullie heersen. Hè? Het is niet het doel om over anderen te heersen, maar anderen te dienen. En dan heel snel even door de geschiedenis heen. Dan komt er een conflict tussen het christendom en het Romeinse Rijk, wat heel barbaars was, heel wreed was. Ja. Bij de bosjes worden ze vermoord en om het leven gebracht. Het christendom triomfeert. Het wordt de staatsgodsdienst. En dan zie je ineens weeshuizen ontstaan. Ja. Dan zie je ziekenhuizen ontstaan. Dan zie je armenzorg op gang komen. Dan zie je eigenlijk dat die maatschappij helemaal verandert.
doorgaan die injectie van boven natuurlijke moraal uit Jezus. En de wetten, hè, die werden gefundeerd op Gods woord. Ja, dus als je naar het verleden kijkt, is eigenlijk het type het thema van de wereld gaat kapot zonder evangelie. Nou, als je naar het verleden kijkt, dan zie je al de wereld voor het evangelie was gewoon één grote puinhoop. Ja. Nou, dan is het evangelie gekomen en dan heb je bijvoorbeeld een land als, of een gebied als Europa, waar wij zelf in opgegroeid zijn. Waar je Paulus al over hoort, hè? Ik wil naar Spanje doorreizen, want ik heb hier geen nieuwe wijkgebieden meer. Rome is natuurlijk geweest. Ja. Ja, heeft hij het evangelie gepreekt aan Nero. Ja. Halleluja. Ja. Als je het over lef hebt en vrijmoedigheid, kom maar. En dan zie je in Europa is het geweest. En je ziet Europa is de meest vreedzame, welvarende plek op aarde geworden. Ja. En veel mensen zien dat niet. Maar dat is een direct gevolg van de zegen van God. Die gewoon komt door waarheid en door liefde en eenheid. Maar tegelijkertijd, en dat is het heden nu, zie je in Europa dat het wegvallen van Jezus heeft weer de deur opengezet voor allerlei ellende. Hetzelfde voor Amerika. Amerika zie je dat ook. We zitten nu eigenlijk weer bijna in een post-christelijke samenleving, waarbij al die waarden en normen worden losgelaten. Kerkverlating, steeds meer seculier erin. Ja. En je ziet, wat gebeurt er? De mens gaat weer voor God spelen. Ja. Dus er worden massaal baby's vermoord, allerlei. En de mens gaat zelf weer voor God spelen. Ja, dat zijn moraal. Ik had even wat aantalletjes opgezocht. Als je het hebt over onze maatschappij. Voor 10.000 gevallen per jaar worden geregistreerd van mensenhandel. Dus vrouwen die gevangen genomen worden, die gedwongen worden tot prostitutie. Alleen al de geregistreerde aantallen in Europa, 10.000. Dan heb je het over huwelijken in Nederland die kapot lopen elk jaar rond de 20.000. Ja. Dat is een bak ellende, dat is een bak lijden, een bak verdriet. Dan heb je het over 30.000 baby's per jaar in Nederland die gedood worden, vermoord worden in de moederschoot. Omdat we zo ver afgedwaald zijn van Jezus. Je kijkt om je heen. 1 op de 2 Europeanen, is nog een andere statistiek. 1 op de 2 Europeanen heeft mentale, psychologische problemen. Ja. Dat is gewoon de helft. Nou, je ziet gigantisch veel mensen met depressie, maar ook allerlei andere psychische... Je ziet dat gigantisch toenemen. Hè? Ja. Dus als je kijkt, nou ja, wij zijn allebei niet zo heel oud, maar we zijn trouwens wel heel dicht bij elkaar opgegroeid. Ja. In onze tijd ook op school had je nog heel weinig van die stoornissen en dingen, hè, die mensen dan kregen als label. Ja. Maar dat neemt ook gigantisch toe. Neemt alleen maar toe. En als je juist denkt dat het evangelie, als je zegt dat het evangelie daar het antwoord voor is, ja dan word je in onze maatschappij helemaal afgeslacht. Ja, worden mensen boos. Ja, je komt met een oplossing en het voelt voor mensen alsof je juist een probleem toevoegt. Ja. En je ziet gewoon dat het wegdwalen van God levert eigenlijk weer een opleving van problemen op. Ongelijkheid, allerlei problemen natuurlijk. Gaan we het niet eens over hebben, want daar is de tijd veel te kostbaar voor. En als je dan kijkt naar de toekomst, dan zie je ook richting het einde van de wereld, waar de Bijbel natuurlijk veel over zegt, dat de wereld in zijn geheel onder macht van de zonde, maar ook onder dwang en manipulatie van de vijand, de antichrist, uiteindelijk God grotendeels de rug toekeert. Openbaringen 13 spreekt over het beest wat zelfs de heilige overwint en echt die duisternis vestigt op aarde. Dan moet je kijken wat er met de wereld gaat gebeuren. Ja. Gaat letterlijk naar de knoppen. Ja. De hele wereld valt uit elkaar. Ja. Aardbevingen, rampen, zonsverduisteringen, het wordt één grote puinhoop. Mm-hmm. En dus het evangelie is een absolute nood op macroschaal. Ja. Als je denkt aan landen waar je eigenlijk mee begon, hè, die tekst, het openbaringen op macroschaal, landen, volken, voor gezinnen, maar ook echt voor individuen, voor mensen zelf. Levens gaan kapot zonder het evangelie. Er is geen twijfel over mogelijk. Ja. Ja. En als we dan nog iets verder inzoomen, zijn mensen gewoon natuurlijk voor de eeuwigheid verloren zonder het evangelie. En soms, nou goed, misschien even de link of gelijkenis met COVID, weet je wel. Toen mensen dachten dat er een vaccin was wat ze zou helpen. Nou, mensen gingen met miljoenen vaccins halen. Ja. Maar er is eigenlijk een veel dodelijker, besmettelijkere ziekte, dat is zonde. Ja. En wij hebben het vaccin als christenen. Hè? Wij hebben het antwoord. Dat is verlossing door het bloed van Jezus. Ja. Er zijn veel christenen geweest die hebben vrijmoediger het vaccin gepreekt. Ja. Dan verlossing door Jezus. Ja. Dat vonden ze makkelijker om te verdedigen en bij iedereen aan te bevelen. Dan het evangelie. Tegen iedereen die ze tegenkwam. Jij bent toch wel gevaccineerd? Ja. Of heb je toch wel getest? Ja. Maar ze zouden niet aan mensen vragen, hey, ben je wel gered? Ja. Heb je wel eeuwig leven? Heb je wel verlossing ontvangen? Ja, een van de radicaalste teksten die ik ken in het Nieuwe Testament, en die helemaal van toepassing is op dit thema van de wereld gaat kapot zonder het evangelie, vind je in 2 Thessalonicenzen 1. En dan vers 8 en 9. En die is zo radicaal. Ik heb letterlijk wel eens met een andere lijster aan de telefoon gezeten. We hadden een meningsverschil over of dat je het evangelie mag of moet preken aan homoseksuelen. Ja. Is dat identiteit of is het een zonde? En ik sta met de Bijbel. Ik zeg het is gedrag. En de Bijbel zegt bekeer je. Hadden we een discussie over. En uiteindelijk begon zij richting alverzoening.
te spreken. En ik zeg, maar wat doe je dan met deze tekst? Ja. Dit is een van de radicaalste teksten die ik ken. Ik las die tekst voor, ik wil hem nu ook voorlezen. Staat 2 Thessalonicenzen 1 en vers 8 en 9. Wanneer hij, dat gaat over Jezus, met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. Dus de Bijbel zegt, mensen die God gewoon niet kennen, alleen daarom al gaat Jezus wraak oefenen. Gaat over Jezus zelf. Dan gaat hij verder over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat zijn dus die, dat is een categorie mensen, een groep mensen die kennen het niet en ze gehoorzamen het niet. Zegt Jezus, kom ik wraak uitoefenen. Jezus zelf, de man van liefde, die zo vaak uit de kast wordt gehaald als een soort teddyberen knuffelgoeroe. Weet je wel, die Jezus zegt ja, van, ja. Er komt een moment en dan kom ik oordeel brengen. Vers 9, zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Here en van de heerlijkheid van zijn macht. Ja. Weet je, en ik geloof dat als we als kerk nog maar een glimp pakken van wat dit betekent. Mm-hmm. Dat mensen die Jezus niet kennen en hem niet volgen, niet te gehoorzamen. Dat ze voor eeuwig worden vernietigd. Eternal destruction, zegt het Engels. Ja. Dat betekent een vernietiging die gaat voor eeuwig door, die stopt nooit. Ja. Weet je, alleen al zou dat je enige motivatie zijn. En er zijn er 100 meer te noemen. Weet je, veel mooier eigenlijk dan deze. Maar als dit je enige was, ren als de brandweer. Weet je, we hadden het voor de dienst, voor de uitzending er even over. Er was een evangelist, ik dacht dat William Booth was, maar ik weet het niet zeker. maar die zei van, wat is nou de allerbeste evangelisatietraining? Uh-huh. En toen zeiden van, joh, ik zou willen dat ik mensen 24 uur boven de hel kon laten hangen. Wow. En daarna terug kon laten komen. En geloof me, iedereen was een evangelist. Ja. En dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En dat is gewoon zo'n belangrijk. Je ziet ook wel dat de kerk soms zo afdrijft van die kernboodschap. Hè? Van, met allerlei andere dingen. Terwijl mensen helemaal niet toegerust zijn in de basis brengen van het evangelie. Klopt. We verwarren gewoon heel veel dingen. We gooien dingen door elkaar. Ik was een keer in Griekenland tijdens de vluchtelingencrisis. In de huifkarperiode. En toen deden we evangelisatie. Wat sterker maken misschien. Ja, ik had net mijn paarden afgekoppeld. Ja. maar ik ging er evangeliseren. En ik zal de naam niet noemen, maar ik vind het juist. Maar het is een christelijke organisatie die veel doet aan hulpverlening. Zeg maar liefdadigheid, armenzorg, dat soort dingen. En ik ging evangeliseren onder die vluchtelingen. Ik dacht, top, weet je wel, dit is fantastisch. Want ik ben gespecialiseerd in evangelisatie, radicale prediking van het woord. En deze organisatie is gespecialiseerd in hulpverlening. Ja. Jassen uitdelen, soep uitdelen. Ja. Ik denk, dat is top, dat hoort bij elkaar. Dus ik sloot me aan met die club. We hadden een briefing voordat we gingen. En net voordat we de straat op gingen, zegt die leider van die groep van, jongens, even één ding. We gaan dus niet Jezus noemen. We gaan niet voor mensen bidden. En we gaan ook geen Bijbels uitdelen. En ik dacht, what? Weet je wel, ik krijg helemaal kortsluiting. Dus ik naar hem toe, ik zeg, hey joh, waarom zeg je dat? Weet je, dit is toch juist, deze mensen hebben Jezus nodig. Ja. Er is een nood in de wereld. We hebben net wat dingen genoemd over die nood. Mensen gaan stuk, mensen gaan kapot. Ze zijn uit een bombardement gevlucht in Aleppo. Ze komen nu in Europa aan. En dan gaan we ze het evangelie niet geven. Toen zei die man letterlijk, hij zegt, we mogen deze kwetsbaarheid van deze mensen niet uitbuiten om ze te manipuleren om christen te worden. En alleen al zo te denken, dan merk je, mensen snappen gewoon eigenlijk ten diepste zitten in de kerk. Ze noemen zich christen, maar ze snappen niet wat er echt op het spel staat. Ja. Nou, dus ik heb toen tegen die man gezegd, sorry, ik zou zelfs aan de antichrist niet beloven dat ik niet over Jezus ga praten. Dus zeker niet aan een directeur van een christelijke bediening. Dus ik ga Jezus spreken. Nou, zegt hij, dan kan je niet met ons mee. Ik zeg, prima, dan gaan we zelf. Ja. Dus wij zijn de straat op gegaan. En binnen 10 minuten hadden we een gesprek met een moslim uit Pakistan. Ja. En hij zegt, ik ben in Pakistan ben ik meegeweest naar een kerk, met een christelijke vriend. Ik ben moslim, maar hij nodigde mij uit. Hij zegt, ik heb daar een rust ervaren van God, heb ik nooit ervaren in de moskee. Wow. Hij zegt, vervolgens vlucht ik naar Europa en ons bootje landt op het strand in Griekenland. Ja. En er stond op een leeg strand stond een man bijbeltjes uit te delen, in mijn taal. Ja. Hij zegt, ik ben de bijbeltje gelezen. Hij zegt, ik geloof elk woord wat erin staat, maar wat moet ik doen? Ja. Ik zeg, heel simpel, bekeer je, geloof, laat je dopen, ontvang de Heilige Geest. Hij zegt, dat is goed. Hij zegt, maar niet hier, want als ik hier met jullie ga bidden, dan hakken mijn vrienden mijn kop eraf. Ja. Dus we zijn weggelopen van dat plein, een straatje verderop heeft hij Jezus aangenomen. De volgende dag hebben we hem gedoopt in de vijver van die plek waar wij toen stonden met de woonwagen. En er was zo'n knipoog van God, dat God ons gewoon bevestigde. Als jullie gewoon mijn woord preken, kunnen mensenlevens veranderen. Ja. Weet je wel? En die jas, met de warme jas, tuurlijk is het goed om dat te doen. Nou, gewoon het verhaal wat jij mij voor de uitzending ook vertelde. Was dat Breda met die jongen die... Die gebeden had, Heer, als u bestaat, laat het merken. Ja, en dat was een getuigenis een paar weken geleden. Ja. Even een groepje studenten van de school, van de fulltime school, waren aan het evangeliseren. En ze komen langs een kapel of een kerkje in het centrum. En zij waren natuurlijk op zoek van, Heer, wie moeten we hebben? En er komt een jonge man uit die kapel en die spreekt eens aan. Die zegt, nou, zegt hij, zegt bizar. Hij zegt, ik heb net binnen zitten bidden.
wilt u iemand naar mij toesturen die mij over Jezus kan vertellen? Oh, ja. En hij loopt die kapel uit en de evangelisten staan daar, ja. leiden hem tot Jezus. Zondag was hij in de kerk in Jubilee Breda. Weet je, en zijn leven met God kan gewoon beginnen. Heerlijk. En zo, die dingen gebeuren gewoon elke keer als je gaat. Ja. Als wij gaan met de groep, zeker als we met de studenten gaan, en we hebben een groep van 20, 30 man. Ja. Als er geen getuigenissen zijn, dan ga ik in gebed en zeg ik, Heer, wat is er mis? Precies. Hoe kan het dat we geen getuigenissen hebben? Ja. 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 Ja, superkrachtig. Ja, het is zo belangrijk iets om te beseffen. En ook de kernroeping van iedere kerk, van iedere christen, van iedere bediening, is het winnen van zielen. En je ziet vandaag de dag ook discipelschapsbewegingen. Die noemen zich discipelschapsbewegingen. Of die zeggen, nou, soms zelfs als een excuus. Nee, wij winnen geen zielen, wij zijn een discipelschapsbeweging. Ja. Maar Bijbelse discipelschap was zielen winnen, en ze discipelen. Foepoel. Dat was niet van, nou, ik ga naar de bestaande kerken, en daar ga ik allemaal discipelen, en die ga ik heel veel onderwijs geven. En nee, dat was juist zielen winnen en mensen discipelen. Ja. Dus hè, we hebben inderdaad, wat jij zei, we hebben dingen echt uit elkaar getrokken. Wil jij nog meer delen over het stuk, dat de wereld kapot gaat zonder het evangelie? Nou, nog één gedachte die gaan boven kwam, is waar ik begon met die natie. Wat ik gewoon geloof, ook met wat God nu de frontrunners doet, ook door jouw vuur, jouw schouders die je hieronder zet, de geestelijke zalving en kracht, is God wil gewoon dit land veroveren. Ja. En we moeten heel erg als christenen ons denken veranderen. Dus wij hebben veel te lang gedacht dat we blij moeten zijn dat wij hier mogen zijn of zo. Denk je, kom op, dit land was christelijk. We zijn begonnen vanuit gebed, vanuit bidden en vasten. Het is zo hard afgetakeld. Het is keihard naar beneden gegaan en dit land veroveren. Ja. Dus kijk, evangelisatie als een soort bijzonder dingetje voor de enthousiastelingen, daar moeten we helemaal vanaf. Ja. Dus dit land gaan we innemen voor koning Jezus. Ik geloof dat dat gaat gebeuren. Ja. En we hebben gewoon iedereen nodig. Als je gewoon kunt praten, you qualify. Weet je wel? Jij bent goed genoeg, ga mee. Je zegt, maar ik ben net tot geloof gekomen. Nou, de krachtigste evangelisten die ik vaak bij me heb, die zijn net tot geloof gekomen. Die staan helemaal in de fik, weet je wel. Nou, dus mensen weten vaak totaal niet wat ze moeten doen. Ja. Een voorbeeld uit mijn eigen leven is, en het zijn echt hele lieve, goed bedoelde christelijke mensen. Maar de kerk waar ik zelf opgroeide, liep ook leeg. Hè? Die liep leeg. Ja. En jij kent het kerkje misschien wel waar ik heb gezeten. Maar op een gegeven moment kwamen ze dus ook van, maar we moeten wel iets doen. Ja. Maar ze wisten gewoon niet wat. Niet wat, nee. Nee, op een gegeven moment gewoon, we gaan dan gastendiensten doen. Ja. Maar ja, je zou zeggen, iedere dienst is voor gasten. Ja. Weet je, en er kwamen allerlei ideeën, maar niemand zei, weet je wat, we moeten gaan evangeliseren. Ja. Ja. Weet je, en dan zie je heel vaak ook met kerken, hoe ze denken, kerkgroei. Ja, misschien kunnen we mensen uit andere kerken. Ja, dat is geen groei. Niet, nee. Dat is niet, dat is niet eigenlijk de opdracht die we hebben, om het zomaar even te zeggen. Klopt, ja. Ja, dus dat is één ding. Hè. Dus je hebt gewoon een gebrek aan moed in kerken onder christenen. En dan moeten we echt vanaf. We moeten echt sterk en moedig zijn. Ja. Jozua 1 vers 9 moeten we allemaal boven ons bed hangen. Wees moedig en sterk, ban angst en twijfel uit je hart. En gewoon krallen, gewoon gaan. En twee is gewoon ook een gebrek aan kennis. Dus als je gewoon een willekeurige christen vraagt van, hey, kun je mij het evangelie uitleggen in 3 minuten? Ja. Dan kan ik je op een briefje geven. De meeste christenen kunnen dat niet. Nee. Dus of ze gaan een oeverloos lang verhaal houden, waarbij ze eindigen bij het merkteken van beest. Weet je wel? En niemand snapt, moet ik het nou wel nemen of niet? Weet je wel? Of ze klappen gewoon dicht. En ze kunnen gewoon niet logisch uitleggen van, hey, wat is nou het evangelie? Nee. Terwijl Jezus zegt, een kind kan het begrijpen. Ja. Dus ook in de training die ik geef, ook binnen de school en op andere plekken, is eigenlijk heel simpel. Gewoon leer allereerst eens gewoon je getuigenis vertellen in 3 minuten. Ja. Leer eens het evangelie te preken in 3 minuten. Ja, op zo'n manier dat simpel. Het logisch is, dat het krachtig is. En dat je eindigt bij de vraag, wil jij hier en nu Jezus aannemen? Ja. En naar die vraag toe, die beslissing toepreken. Ja. Nou, als ik dat alleen al uitleg, dat is in 1 sessie gepiept. Dat is een uurtje werk hebben we eraan. Alleen al daarna hoor ik heel vaak getuigenissen terug van mensen die zeggen, ik ben de straat op gegaan, ik heb het gedaan. Ik heb mijn eerste ziel tot Jezus geleid. Ja, dan word ik heel blij. Ja, tuurlijk. Dan word ik fantastisch tuurlijk. Blij. Maar zo simpel is het. Dan heb je nog niet eens over in de zalving van de geest, de zieke genezen, dat komt er allemaal nog bij, weet je. Het is zo prachtig om te evangeliseren, maar gewoon alleen al iemand tot Jezus leiden. Ik vind het ook wel heel mooi wat je net zei, hoor. Van het is niet meer iets optioneels, het is niet meer iets van, nou, het is echt iets waar we gewoon heel hard werk aan de winkel moeten. Ja, het land moet echt weer terug veroverd worden, als het ware. Ja. En dat vraagt ook een bepaalde, hè? Jezus zegt, de geweldenaars grijpen ernaar. Ja. De violent take it by force. Ja. We zijn ook gewoon veel te beleefd. Ja. Wat jij net een beetje uit een soort vrome beleefdheid van, ja, nee, we kunnen toch niet. Maar er zijn zoveel ideeën beschikbaar. Ik was afgelopen zondag, sprak ik bij vrienden van ons in Boxmeer. Zijn daar een kerk gestart. Oh, ook een kerk of gebied waar heel weinig gebeurt. Oh, ja. Nou, dus hadden het lokale theater afgehuurd. En er kwam een leuke opkomst. Uiteindelijk 7 mensen die een keuze maakten van Jezus. Meteen dopen, weet je, dat was echt mooi. Ja. En maar tijdens de aanbidding, want ze deden de aanbidding op een beamer. Ze hebben nog geen worship team, maar het maakt niet uit. De zalving is het op. Amen, come on. En dan kreeg ik gewoon een idee dat ik zei, en uiteindelijk zei ik ook tegen hem. Ik zeg, joh,
je hebt zo'n mooi theaterzaaltje, kost een paar honderd euro per keer om te huren. Ja. Ik zei, joh, laat gewoon christelijke films zien. Zoals The Passion of the Christ. Ja. Weet je, gewoon mooie films. Ja, die zijn er zeker. En als jij gewoon het hele gebied flyert met bioscoopavond, gratis film Passion of the Christ, plus gratis cola en popcorn. Ja. Ik durf te wedden dat zaal... Nederlanders, gratis naar de bioscoop. Ja. Maar ze zitten er hoor, die hele zaal zit vol. En je regelt voor iedereen een blikje cola. Ja. Nou, dat kost je 40 cent per persoon en een bakje popcorn. Oh, en mensen zitten er gewoon. En daarna preek je het evangelie. Ja. Weet je wel? Het zijn soms zulke makkelijke dingen. Ja, de simpele dingen. Waar je gewoon... nou, dat is maar een voorbeeld. Straat-evangelisatie, Alpha. Er zijn zoveel manieren. Maar we moeten het wel gewoon... Daar zou zoveel nadruk zouden op moeten liggen eigenlijk. Ja, wat je ziet met de kerk is dat... en ik hou van de kerk, hè. En dit is gewoon... een stukje wat de Heer gaat veranderen. En waar die ook mensen voor opricht. Denk onder andere frontrunners ook als bediening. Is dat we... de boel weer andersom moeten gaan zetten. Dus de kerk is eigenlijk het einddoel geworden van het christelijk leven. Dus de kerk is het soort zwarte gat waar alle resources, alle goede mensen, alle talenten... Die verdwijnen in de kerk. En de mensen in de kerk zijn super druk, weet je wel. Alle programma's draaiend houden, terwijl we moeten heel de kerk gaan omtuigen naar een zielenwinnend orgaan, instituut, beweging. Ja. Een leger die gewoon zegt, we gaan zielen winnen. Ja. En die kerken zijn er, ook in Nederland zijn die er al. En waar je gewoon ziet, elke dienst komen mensen tot geloof. Ja. En dat creëert zo'n vibe van geloof en blijdschap en verwachting. Ja. Weet je, de Bijbel spreekt over de joy of salvation, de vreugde van verlossing. Ja, die heb je in je huis. Weet je, als elke week mensen Jezus aannemen, worden gedoopt, hun proces beginnen van discipelschap. En weet je wat ook zou gebeuren? Heel veel problemen zouden gewoon wegvallen in de kerk. Ja. Want dat is ook mijn ervaring. Als er zielen gewonnen worden, mensen komen tot geloof en gedoopt. Ja. Heel veel van die andere kleine dingen doen er niet meer toe, joh. Ja. Kerken kunnen soms zo zitten met gezeur om allemaal kleine dingen. Maar dat komt vaak omdat er verder niks gebeurt. Ja. Dus mensen gaan dan maar gewoon dingen zitten zoeken om op te vitten of zo. Ja. Ja. Even jouw reis als evangelist. Mm-hmm. Zou je dat eens even een beetje kunnen... Want het grappige is, jij bent niet als evangelist begonnen, zou ik willen zeggen. Nee, dat klopt. Jij bent... Nee, in de geest wel, denk ik. Ik wist het zelf nog niet. Een undercover evangelist. Undercover, ja. Nou ja, dus ik ben tot geloof gekomen vanuit een drugsverslaving. Ik heb een overdosis hier in Werkendam op straat gelegen. Oh ja. En dat was mijn moment van, dit kan niet zo door. Dus heb ik God aangeroepen, heel lang verhaal kort, maar toen heb ik God ervaren, een paar maanden later. Radicaal tot geloof gekomen, me echt bekeerd, dat is de sleutel van God ervaren. Ja. En na die bekering was ik instant vrij van verslaving, depressie en agressie. Dus mijn leven ging gewoon helemaal om. En ik kon niet zwijgen over Jezus. Nee. Dus gewoon natural, weet je wel. Ja. Heel de tijd, Jezus, Jezus, Jezus. Op een gegeven moment vroegen vrienden mij van... Hey, kun je ook nog over wat anders praten dan Jezus? Ja. Ik heb serieus even nagedacht van... Nee. Ja. Zullen we het over Jezus hebben, weet je? En dus jongens begonnen tot geloof te komen. Oude matties van mij, dealers, vrienden uit die tijd. Weet je, er kwam echt een beweging op gang. Ook onder juist dat soort jongens, heel bijzonder. En toen uiteindelijk op het moment dat God mij riep en... was ik ervan overtuigd dat God mij aanvankelijk riep om een gebedshuisleider te zijn. Dus een beetje de 24/7 prayer movement. Yeah. Is best wel echt een tijd een hype geweest. Dus ik ben met mijn vrouw, met Vera samen, ben ik begonnen als een leider van een huis van gebed. En wij deden gewoon 24/7. Dus gewoon schema's maken, roosters maken, met gitaartje, Jezus aanbidden en voorbeden doen. Yeah. Dat heb ik een jaar of vijf gedaan. Ja, ik ging tegen de muren aan. Weet je wel, dus op een gegeven moment zat ik op een punt in mijn bediening dat ik zei, God... Ik kan me ook niet voorstellen hoe jij... Nee, ik ook niet meer. Maar, het zou gewoon een soort goudvis in zo'n flesje zijn. Zo goudvis in een spaarflesje. Ja. Ja. Nou, dus op een gegeven moment heb ik in een kritieke week, was ik het zo zat, heb ik gezegd, God, als er niet meer gaat gebeuren, dan stop ik ermee. Ja. Dus ik had ook wel een soort mogelijkheid om... Ik had een bedrijfje gestart, wat design, wat grafisch ontwerp, liep best goed. Dus ik had een soort van optie, weet je wel, van ik kan dit doen, ik kan dat doen. Zeg, God, of ik wil gewoon knallen en vrucht zien. Gewoon echt cutting edge, weet je wel. Gewoon echt leven in het vuur. Of ik stop ermee, want dit is het gewoon niet. En toen sprak God 5 keer, zijn we wel gaan bidden en vasten trouwens die week. 5 keer in 1 week sprak God, ga en preek het evangelie in alle schepselen. Wow. Gewoon diezelfde tekst, 5 keer achter elkaar. En toen wist ik van, dit is gewoon de wil van de Heer op mijn leven. En toen hebben we gebeden, hoe dan? Toen sprak God, bouw die woonwagen. Ja. Dus dat is ook een heel vraag geweest. Toen zijn we rond gaan reizen. En toen heb ik gewoon mijn dagen
toegewijd om gewoon elke dag, gewoon 's ochtends tijd met de Heer, en gewoon elke middag, vaak ook nog de avond, urenlang per dag de straat op. Ja. En dan ging ik het liefst naar, heel vaak alleen, want we waren aan het rondreizen, dus je had niet meteen overal connectie. Ja. Ik ging het liefst naar rosse buurten, naar achterwijken, weet je, criminaliteitsgebieden, dat soort dingen in Europa. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En in dat proces, na een paar maanden, zei ik, Heer, ik vind dit echt een topbaan. Ik vind het echt fantastisch. Maar één dingetje. Ik zou het wel heel tof vinden als ik ook vrucht zie. Ja. Ik wil dan ook zien dat er daadwerkelijk op straat mensen tot geloof komen. Dat zag je in die begintijd niet. Begintijd niet, want ik preekte het evangelie zoals het mij met de paplepel was ingegoten. En als zo'n God is liefde, hij wil jou zegenen, hij wil jou vergeven, hij wil jou bevrijden. Dus doe je ding. Eigenlijk een beetje zo, heel vrijblijvend, alleen maar de cadeautjes kan benaderend, benadrukkend. Dus ik ging in gebed, zeg, Heer, ik wil graag vrucht zien. En toen sprak God die week heel duidelijk tot mij. Hij zegt, preek bekering. Ik zeg, Heer, preek bekering. Het werkt nu al niet, weet je wel. En dan krijg ik straks een klap op mijn kop, weet je, als je bekering gaat preken. Ja. En de Heer zegt, lees de evangelie maar eens door. Dus ik ben alle evangelie achter elkaar doorgelezen. En ik zag gewoon elke keer, bekering. Johannes de Doper preekt de bekering. Jezus preekt de bekering. Toen de handelingen. Petrus preekt de bekering. Paulus preekt de bekering. Ik denk, dit is het sleutelwoord. Ook een hele anti-movement nu in de kerk, hè? Bekering. Ja. Ja. Mensen gewoon laten zoals ze zijn in plaats van bekeren. Ja, ga niet werken. En wat gebeurde er? Nou, dus ik ging na die ervaring, vers, weet je, met die download, ging ik de rosse buurt in van Genève. En ik loop dat gebied in en er staat zo'n dealer bij de ingang. Die zegt, hey, what do you want? What do you need? En ik wist gelijk, dit is een dealer, een oud collega. Dus ik zeg, I need nothing, I got Jesus. Yeah. Oh, zegt hij, was een Nigeriaan, bleek achteraf. Hij zei, ja, maar ik geloof ook in Jezus. Ik zeg, ja, dat zal wel. Ik zeg, maar ben je ook wedergeboren? Ja. Yeah. Hij zegt, wat is dat, wedergeboren? Ik zeg, wedergeboren is wanneer God je hart aanraakt. Al je zonden vergeeft en je begint gewoon je leven opnieuw. Hij zegt, nee, dat denk ik niet. Ik zeg, nee, dat dacht ik ook al niet. Ik zeg, jij bent dealer, of niet? Ja, dat ben ik, zei hij. Hij zegt, hoe kan ik dat worden? Ja. Ik zeg, jij kan wedergeboren worden. Dat is een cadeau van God als jij je bekeert. Ja. Huh, zegt hij, wat is dan bekering? Ik zeg, nou, dat is dat jij al je drugs nu in het meer van Genève gooit. En je echt bekeert van je zonden. Ja. Ja, zegt hij, maar ik ben illegaal in Genève. Ik kan geen werk krijgen. Dit is mijn enige bron van inkomsten. Ik zeg, vriend, God kan jou alleen zegenen als jij je bekeert. Ja. Dus je hebt geen idee wat God in je leven kan doen als jij je nooit bekeert. Ja. Dus ik merkte, hier moet ik het gewoon bij laten. Hij moet nu nadenken. Dus die man die heeft 20 minuten staan nadenken. Zweet op zijn neus, serieus. Gewoon zweetdruppels op zijn neus en bij mij in mijn schoenen. Dus ik stond naast hem gewoon te wachten. Dus ik heb gewoon 20 minuten naast die man gestaan, op straat, in de rosse buurt. En na 20 minuten zegt hij, oh, all right, I'll do it. Ja. Dus hij komt er niet meer in. Oeh, shalala, halleluja. Ik zou voor hem uit, weet je wel, naar het meer lopen. En bij het meer had hij plop, plop, plop. Had hij zo 5, 6 cocaïneballetjes uit zijn mond. Hij gooit ze in het water. Ik heb met een gebed, daar heeft Jezus aangenomen. Werd geraakt door God. Het was een woensdagavond, donderdagavond. Een van de twee. En zondag was hij in de kerk. Wow. En ik had connectie gelegd met een lokale kerk. De assistant pastor was Nigeriaans. Dus die konden in hun eigen taal, konden hij me gaan discipelen. En die man die kwam binnen. Ik zeg, wauw, dit smaakt naar meer. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik echt gewoon op het scherpst van de snede gaan preken. Dus echt zonder bekering. En daartegenover die oneindige liefde en genade van God. Ja. En inmiddels zie ik zo vaak mensen op straat gewoon een keuze maken. Dat als het niet gebeurt, dan ben ik verbaasd. Ja. 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 Ja, dat is ook mooi. Want ook daarin zie je gewoon, hè, je wordt zelf gewoon beter. Dat is ook mijn ervaring. Mm. Ja, je moet er ook gewoon even doorheen. Je wordt zelf beter in gesprekken leiden. Ja. Je krijgt steeds meer. Op een gegeven moment heb je alles al een keer gehoord. Alle argumenten, alle dingen waar mensen. Hè, dus je leert zelf, hè, als je een keer gesprek niet lekker gaat, ga je ook van, hé, wat had ik anders kunnen doen? Wat had ik anders kunnen zeggen? Maar ook de zalving neemt gewoon toe op je leven. Ja. Je floot makkelijker in de gaven van de geest. Ja. Hè, dus al die dingen zie je gewoon toenemen. Die groeien, absoluut. Ja. En wat ik wel zie de laatste tijd, en daar geniet ik ontzettend van, is dat ook die zalving is meegegroeid, wat jij zegt, om ook anderen te trainen. Dus ik haal eigenlijk nu in deze tijd nog meer vreugde. Je hebt jarenlang kunnen ontdekken. Ja. Ja, ik heb het echt uren gedaan. Ik zou het niet kunnen schatten hoeveel, maar echt heel veel. Echt heel veel. Echt ook in allerlei talen, allerlei gebieden. Kunnen, en dat is ook mooi straks in die Soul Winner School die we gaan doen. Mensen hoeven niet op nul te beginnen. Ja. Ze kunnen gewoon intappen. Ja, gericht. Waar jij, met alle dingen die jij hebt geleerd, die jij in je lessen hebt neergezet. Daar kunnen mensen gewoon op intappen. Dat is natuurlijk super kostbaar. Dat is waardevol, geloof ik zelf ook. En het is er ook echt op gericht om gewoon effectief en efficiënt. Ja. Weet je wel, geen verhaaltjes eromheen. Zag je veel verschil tussen de landen waar je was? Dus je hebt natuurlijk heel veel landen geweest. Gewoon qua cultuur, qua openheid. Ja. Mijn ervaring is vaak, hè, katholieke gebieden zijn soms lastiger en orthodoxe gebieden. Want mensen denken dat ze het al hebben, want ze zijn niet wedergeboren, maar ze zijn zo geboren. Dus ze denken, ik heb het al. Nou, wat mij opgevallen is in die reis, is dat er eigenlijk bijna in elk gebied, zonder uitzondering, als je de lokale christenen vraagt, zeggen ze, dit is echt harde grond. Ja.
Dit is echt, missionary graveyard, weet je wel. En ik heb toen eigenlijk vrij snel in het begin geleerd om dat volstrekt te negeren. Ja. Omdat het evangelie is het evangelie. Ja. En de geest is de geest. En als jij radicaal het evangelie preekt, waar je ook bent, draagt het vrucht. Ja. Ik heb serieus gewoon in Kuwait iemand gedoopt in de Persische Golf. Ja. Van een ex-moslim die Jezus wilde volgen. En die bam, gewoon gelijk kopje onder gedaan. Dus overal zijn die mensen. En een evangelist, of het evangelistische in een christen, want het is voor iedereen, is dat je zegt, ik ga die personen vinden. Ja. Dus het klopt. In sommige gebieden, ik ben ook in Afrika actief, bijvoorbeeld in Zuid-Soedan. Ja, daar preek je in zo'n golfplatenkerkje. Dan doe je de oproep en iedereen steekt zijn hand omhoog en komt huilend naar voren. Ja, dat is fantastisch. Dat is niet overal. Maar in elke plek zijn mensen die klaar zijn, die een keuze willen maken en die vinden en die dan bedienen. En dat zijn vaak ook weer sleutelfiguren, hè? In Matthäus 10 en Lucas 10, hè? Zegt Jezus als je ergens heen gaat, de man van vrede heeft. Person of peace, ja. Dus vaak zie je, dat zijn vaak weer sleutelfiguren waardoor heel veel anderen tot geloof komen. En waar je ook veel variatie in zag, is dus de houding van de lokale kerk. Die is ook heel, heel doorslaggevend. Dus in Griekenland was het zo heftig, en dan kom je ook een beetje op die vraag van, hey, hoe verhoudt evangelisatie zich tot de kerk? In Griekenland hebben wij bij elkaar 6 maanden in Athene geëvangeliseerd. In die 6 maanden ben ik bij iets van 5 kerken en 4 bedieningen geweest. Waar wil je alsjeblieft met ons samenwerken? Want ik geloof in de lokale kerk, ik geloof in het lichaam van Jezus, doet het samen. En alle 9, het waren dus een 9 à 10, zeiden gewoon nee, dat willen wij niet. Want wij geloven niet in straatevangelisatie. Er was zelfs 1 kerk, daar gingen wij dan, gaan we zondag naar de dienst, probeer je connectie te leggen. En mijn vrouw stond in gesprek met een oudste van die gemeente en ze vroeg van, joh, maar er komen gewoon nu al mensen tot geloof op straat. Ja. Waar kunnen we die dan heen brengen? Ja. Toen zei die oudste, ja, dat weet ik niet, maar breng ze maar niet hier. En dan zou je toch bijna zo'n man gewoon in de geest en ruim zijn oren geven. Joh, wat is er mis met jou? Wat is er mis met jou? Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet, maar... Heel liefdevol zo. In de kerk in Griekenland bijvoorbeeld merkten we heel duidelijk van de lokale christenen waren eigenlijk zelf de grootste blokkade tegen evangelisatie. Ja. En dat is gewoon heel pijnlijk, weet je wel. Dus je weet gewoon, als we maar gaan, gebeuren er dingen. Ja. En er is gewoon een bepaald percentage in een stad, voor alle mensen die je spreekt, die worden geraakt, die maken genezing mee, die ontmoeten Jezus. Maar zeg maar, de onbereidheid van de kerk om te gaan... Ja. Is een veel groter obstakel dan wat voor geest, of dat nou geest van islam is, of een geest van atheïsme, of een geest van katholiek. Het maakt allemaal niet uit. Klopt. Weet je wat? Evangelie is het evangelie, Gods geest is Gods geest. En misschien kan ik nog iets zeggen, we hebben het over jouw reis als evangelist. Mm-hmm. Je zegt nu dus, het ligt heel veel aan de lokale kerk, en dat denk ik ook. Hè? In Nederland, ik heb toevallig vrijdag hebben we ook een paar podcast-uitzendingen opgenomen met Stefan voor de Revival and Ministry podcast, die we ook hebben voor leiders. Mooi. Als je leider bent in de kerk, hè? Kijk ze ook gewoon, ze staan gewoon op YouTube. Toen hadden we het ook hier onder andere over, dat 99% van onze activiteit en aandacht, wat jij noemt het zwarte gat, is gericht om naar binnen. Ja. Zijn allerlei onderwijsactiviteiten, samenkomstactiviteiten, aanbiddingsdingen, maar het is eigenlijk allemaal naar binnen. Ja. En zodra je, soms om voorgangers te, zeg ik wel eens, soms een beetje te triggeren van, joh, je mag nog maar 30% van je aandacht mag je... En je geld en je middelen en je mensen mag je inzetten op eigen activiteiten. Ja. Ja. De andere 30% op vermenigvuldiging. Ja. Dus niet echt vermenigvuldigen. En die andere 30% moet gewoon evangelisatie. Mooi. Ja, veel mensen weten niet wat ze moeten doen. Nee, trekken ze niet. Nee, ja. Dus hoe gaan we dan het budget rondfietsen? Ja. Dus dat zou echt wel een hele omslag in moeten komen. Ja, en je ziet juist dat veel beloften die wij zomaar eigenlijk pakken en zeggen die is voor ons, die is voor christenen, die zijn in de context van evangelisatie. Ja. En bijvoorbeeld op slangen en schorpioenen treden, dat betekent je bent aan het lopen. Weet je wel, je bent in beweging. Niet je zit op de bank en dan komt de slang onder de bank vandaan en dan ga je op die slang zitten schoppen. daar geldt die belofte niet voor. Nee. De belofte, wat Paulus tegen Timotheus zegt, van je hebt geen geest van lafhartigheid ontvangen, maar van kracht, liefde en bijzonderheid. Lees het volgende vers. Dat is in de context van evangelisatie. Ja. En wat eigenlijk zo verdrietig is, is dat de kerk, naast dat er veel mensen verloren gaan, de kerk berooft zichzelf van veel beloften van God. Ja. Doordat we niet trouw zijn aan zijn opdracht. Ja, en heel veel zegen geloof ik ook. Hè? Er is zoveel meer zegen klaar. Toevallig was ik zelf van de week op deze tekst ook uit de Bijbel op zijn kop te lezen. Natuurlijk, hè? In Hebreeën hoofdstuk 6 was ik aan het lezen. Ja, ja. En daar zie je ook gewoon de zegen die de Bijbel belooft aan... wanneer we vrucht voorbrengen, wat natuurlijk ook gaat over zielen. 100%, absoluut. Dan staat er, Hebreeën 6 vers 7, want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voorbrengt,
voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Amen. He, dus we willen nuttig gewas, we willen oogst voorbrengen. Ja. Dat is wat God zegent. Ja. En je ziet het trouwens, he, met kerken, bedieningen en christenen. En onderwijs niet een werken iets, maar je ziet wel dat mensen die ook bedieningen, die zielen winnen als prioriteit hebben, worden altijd gezegend. 100%. Dat ligt gewoon Gods hart. Ja, daar zit het leven. Zit het leven. Dus misschien nog even over de individuele christen. Hè? Want er zijn denk ik heel veel mensen die kijken dit zeggen, nou ja, je hoort dit soort dingen. Die zeggen, nou, dat wil ik ook wel leren. Even, wat zou de rol van evangelisatie moeten zijn dus in het leven van een christen? Ja, daar heb ik een preek van een uur over. Maar gewoon wat dingen erin aanstippen. Kijk, we zeggen allemaal van, ik wil als Jezus zijn. En dan hebben we het vaak als christen in Nederland in ieder geval over zijn morele karakter of zijn excellentie of zijn volmaaktheid. Maar als je werkelijk in gaat zoomen in het leven van Jezus, dan zie je dus nogmaals dat Jezus zijn hele leven, zijn bedieningstijd, zijn actieve periode gaf hij aan het preken van het evangelie. Ja. Dus als je zegt van ja, ik ben christen, ik wil als Jezus zijn, dan zul je ergens een plek moeten vinden voor evangelisatie in je leven. Ja. Dus je kunt niet als Jezus zijn als jij niks doet met zielen winnen, met getuigen en anderen winnen voor het koninkrijk van God. Ja. Het woord zegt, dit is een waarachtig woord, alle aanneming waardig. Jezus Christus kwam in deze wereld om zondaren zalig te maken. Dat was zijn hele doel, zijn bestemming. Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Ja, daar kwam hij voor. En als je dus op Jezus wil lijken, ik ben ik 100% van overtuigd op basis van dit en andere teksten, deze en andere teksten. Er is geen volmaakt christendom zonder passie voor verloren zielen en zonder het getuigen van Jezus. Ja. En dat betekent niet dat je allemaal met een speaker op straat moet gaan staan. Of dat je allemaal hele bijzondere... Je kunt gewoon je buurvrouw, je buurman, collega's over Jezus vertellen. Een ander ding... Ik heb mijn collega's al heel vaak over Jezus verteld. Ja. Ja, maar sta je harde grond, hè? Harde grond hier bij front. Ze willen maar niet, ze willen maar niet. Ja. En even wat argumenten. Ik heb er een aantal. Ik heb er zo'n stuk of 7 in mijn training. Maar ook gewoon een aantal om echt christenen die thuis kijken nu te bemoedigen. Van hey, weet je wel, er zit ook iets in voor jou. Ja. En één heb ik heel kort genoemd. En dat noemt de Bijbel de vreugde van verlossing. De joy of salvation. Honestly, eerlijk gezegd, als ik denk aan mijn christelijk leven. Hoogtepunten. Wat zijn hoogtepunten? Ja. Als ik in pure aanbidding voor God sta. Hem ervaar. Als ik aangeraakt word door de Heilige Geest. Maar er is één soort hoogtepunt. Letterlijk de vreugde van verlossing. Dat je gewoon die vreugde van verlossing voelt. Ja. Dat je gewoon voelt dat jouw hart resoneert met dat feest in de hemel. Ja. Als zondaren tot geloof zijn gekomen. En vorige week ben je naar Amsterdam geweest en met de studenten en supermooie dingen gebeurd. En je rijdt naar huis en gewoon de hele weg zit je gewoon te gloeien op je stoel. Je denkt van halleluja, we hebben gewoon 23 zielen bereikt. We hebben zoveel genezingen zien, zoveel verslaving, ziekte zien breken. Zoveel mensen een ontmoeting mogen geven met Jezus. Ja. Ik had twee jongens uit Venezuela, die baanden met mij om Jezus aan te nemen. En die jongen raakte helemaal geëmotioneerd, deed gelijk een zonnebril op. En dan denk je, wauw, die gast die vliegt morgenavond terug naar Venezuela. Is gewoon op bezoek op de Wallen, weet je, in de Rosse buurt. Ja. Ontmoet daar Jezus, de een van de lange evangelisten uit Nederland. Halleluja. Ja. En die gaat terug met een nieuw leven. Ja. Die vreugde van verlossing is een hoogtepunt van het christelijk leven, waarvan ik weet uit de statistieken, ze hebben er onderzoek naar gedaan, 95% van alle christenen leidt nooit de ziel tot Jezus. Ja. 95%. Dus maar 5% maakt dat mee. Ja. 95% niet. En het is de grootste vreugde van christen zijn. Ja. Weet je wel? En dan denk ik, lieverd, je berooft jezelf van zo'n mooie ervaring die je alleen krijgt als je gaat getuigen en Jezus, Jezus spreekt. Iemand vraagt nu ook van, hè, iemand anders zegt trouwens dat het Johannes de Doper lijkt. Halleluja. Maar die persoon zal zelf dan ook wel behoorlijk oud zijn. Als je, die heeft dus één Johannes één jaar meegemaakt. Ja, juist. Ja, ja, ja. Maar iemand anders vraagt of je die preek ook online hebt, maar we gaan natuurlijk ook school doen. Ja. Meld je aan. Het heeft ook niet zo heel veel zin soms om evangelisatiepreken online te zetten. Want eigenlijk als je het vuur voelt branden, moet je er meteen actie aan geven. Ja, je moet meteen wat gaan doen. Ja, dus altijd training en dan actie doen. Ja. Nou, misschien is het ook wel nu een mooie switch om naar dat Soul Winner plan. Daar willen we eens wat over gaan delen. En eigenlijk al heel lang, ik wist altijd, hè, dus ik ben zelf altijd een zielenwinner geweest. In de zin van, ik ging vroeger heel veel straten evangeliseren. Met de jeugd deden we heel veel evangelisatieacties toen ik jeugdleider was. Toen ik frontrunner startte. Maar ik wist altijd, hey, er moet ergens nog veel meer gebeuren. Amen. En een van de redenen is ook dat als je kijkt, nou, jij noemt net de statistiek, 95% leidt niemand tot Jezus. Nou, wij leiden ook met onze campagnes honderden mensen tot Jezus op allerlei manieren. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Want de meerderheid kent Jezus niet, gaat verloren. Ja. Weinig kerken die echt actief daarin meedoen. Ja. Dus ik had echt een soort een burden, weet je. Ja. Echt zo'n last op je hart dat ik denk van... Maar een van mijn meest gebeden,
meest gebeden gebeden. Dat is ja, een mooi. Een van mijn meest gebeden. Kun je rap ook? Meest gebeden gebeden. Ja, dat klinkt gewoon lekker. Daar liggen jouw talenten dan in meer, denk ik. Nee, maar, misschien kunnen we ook samen zo'n rapalbum. Dat we ja. Zo'n, ja, van die kettingen zo. Dat gun je niemand, ja. Nee. Om dat te luisteren. Maar ik weet zeker dat nou iemand van media hier een remix van gaat maken. Ja. Die staat morgen in de groepschat. Halleluja. Maar een van de dingen waar ik het meest voor bid, is dat geef ons genade om dit land te veranderen qua koers. Ja. Maar dan kom je ook echt bij die soul in the school. Dus laatst hoorde ik van een andere evangelist, van een vergadering ook van onze gemeente over evangelisatie. En hij zei iets heel interessants. Hij zei, ook weer een ander onderzoek had aangetoond dat 78% van de mensen die tot Jezus komt, komt tot Jezus via vrienden of familie. Ja. En dus dat is meer dan 3/4. En dus 1/4 is straatevangelisatie, is online, is al die andere dingen. Nou, wat gebeurt er eigenlijk in de kerk? Je ziet dat we heel veel aandacht geven aan die 1/4. Ja. Terwijl de grootste oogst en winst ligt bij vrienden en familie. Ja. Maar hier is het ding, die kun je alleen bereiken als iedereen meedoet. Ja. Want jouw vrienden kan ik niet bereiken. Jouw collega's kan ik niet bereiken. Nee. Weet je wel? En daarom voel ik zo ook die last en ook die burden voor die school. Ja. We moeten echt het hele leger gaan mobiliseren. Ja. Iedereen moet meegaan doen. Want de mensen die jij kent, die God in jouw leven heeft gebracht, die kun jij bereiken en ik niet. Ja. En ik kan je trainen, ik kan je uitleggen hoe het moet. Ik kan je de Bijbel vergeven, ik kan je hand opleggen, zalving vrijzetten. Maar het is belangrijk dat jij het gaat doen. Ja, absoluut. En het bijzondere was, dus ik liep er al heel lang met mijn hart. Ik dacht, ja, we moeten meer. Ik ben in de kern niet een ras-evangelist, hoewel ik het wel heel veel heb gedaan. En ik was er heel veel over aan bidden, vasten. In januari waren we allebei ook aan bidden en vasten. Ja. En het was de zaterdagochtend of zo dat ik in de hotelkamer aan bidden was. En in één keer hoorde ik in mijn geest Goed Nieuws Nederland. Kaboom. En in één keer was het gewoon zo'n download, zo'n Heilige Geest download. Yeah. Waar ik in één keer de hele visie ontving en ik wist... Ik zag in één keer gewoon in de geest dat Soul Winners Network. Dat ik wist, heel veel evangelisten zijn ook uitgeblust in de kerk. Want ze werden niet gewaardeerd. Ja. Moeilijk, lastig. Nou ja, wat jij ervoerde in Griekenland en op veel andere plekken. Nou, zo zijn ook heel veel evangelisten in Nederland. Ja. En dus ik hoorde Goed Nieuws Nederland. In één keer kreeg ik die visie van we gaan een evangelistennetwerk neerzetten. Ja. En daar hebben we ook zo meteen even een flyer van. Maar we hebben... evangelisten netwerk, waarbij we een app gaan bouwen, een tool gaan bouwen, waar evangelisten of mensen met een hart voor evangelisatie zich kunnen aanmelden. Mooi. Dat mensen samen acties kunnen plannen. Dat is helemaal niet dat frontrunners dat coördineert of dat, dat namens ons is. Maar dat mensen elkaar kunnen vinden, kunnen bijvoorbeeld zeggen, hey, aankomende zaterdag staan wij in Apeldoorn op de markt. Ja. Nou, misschien zijn er nog wel 12 christenen uit de buurt die zeggen, hey, wij gaan wel mee. Dus evangelisten netwerk. Ik kreeg het om hard om Goed Nieuwsdagen, hè, waar we gewoon, waar je bijvoorbeeld, nou ja, laten we nu even Apeldoorn of Zeeland, wat dan ook, dat je straks honderden evangelisten in dat netwerk hebt en dat je zegt van nou, wij gaan naar Maastricht in mei, we gaan Goed Nieuws Limburg doen. Ja. Waar je gewoon met honderden evangelisten, dorpen, steden, pleinen, winkelcentra, woonwijken, gewoon overspoelt met het evangelie. Dat echt een overspoeling is van het evangelie. En toen, het mooie was dus dat Emma Stark, nou die begon die zaterdagmiddag en die zei, en die had ik helemaal niet hierover gesproken, die zei, I hear in the spirit Good News Netherlands. Halleluja. Dus die zei, die had precies datzelfde ontvangen in de geest. Ja. En om dus een school voor evangelisten, de Soul in a School, op te zetten. Nou, het bijzondere was, jij was aan het bidden en vasten in die tijd. Dezelfde tijd, En dus jij stuurde mij een appje van, hey Tom, ik ben aan het bidden en vasten. En God spreekt heel veel over frontrunners. Ja, dat was heel apart. Ik was aan het bidden vast. Ja. Ik kreeg een soort download ook van dit moet gewoon gebeuren. Ook heel erg dat element wat jij beschrijft. Gewoon zo'n stad overspoelen. Ik kreeg je flood the city. Dus dat je gewoon... wat ik geloof, dit gaat gebeuren. Ik geloof al dit jaar. Is dat we met 1000 evangelisten naar één stad gaan. En gewoon de hele boel op zijn kop zetten. Amen. Op een goede manier. Ja. Weet je, gewoon dat overal... Dat mensen gewoon 20 keer het evangelie hebben gehoord. Voordat ze de stad uit zijn. Ja. En wat onderzoek laat zien dat mensen gemiddeld 10 keer het evangelie horen... voordat ze Jezus aannemen. Het zijn gewoon statistieken, weet je wel. Dus het is een herhaling ook die nodig is. Dus we hebben gewoon veel meer evangelisatie nodig. Ja. En ja, dat gaat gewoon gebeuren. We gaan dit land veroveren. Amen. Halleluja. Amen. Nou, dus jij appte mij, hè. En zo zijn we nog meer samen gaan optrekken. Ja. En word jij helemaal geïntegreerd. Jij wordt eigenlijk de leidende evangelist. En het gezicht van deze tak. Korte ei, hè. Korte ei. De leidende knecht als Jezus. Halleluja. Naast frontrunners gaan we soulwinners opzetten. Ja. Valt allebei onder frontrunners. Maar dat wordt veel meer de tak waarmee we gewoon evangelisatie en zielen winnen.
Nou, we gaan dus die Soul Winners School doen. Daar gaan we zo meteen nog wat meer over zeggen. Maar we hebben dus gekeken naar een format. Als mensen hier prioriteit voor willen maken, kan iedereen meedoen. Amen. En volgens mij zitten we op 10 zaterdagen. Ja, hè? Ja, 10 zaterdagen. Ja. 10 zaterdagen in een jaar. Dat betekent dat iedereen kan prioriteit maken door te zeggen, ik ga, nou nog niet eens één keer in de maand, ga ik een zaterdag apart zetten om mezelf te laten trainen in evangelisatie. En we gaan de straat op. Je wordt aan de hand meegenomen. Ja. En we gaan mensen leren evangeliseren. En we hebben geloof voor 300 tot 400 studenten. Halleluja. Gideons leger. Gideons leger, wat dit gaat doen. Yes. Maar die mensen kunnen zich ook meteen in het netwerk komen. Ja. Waardoor je, nou, dus straks kan je gewoon in dat netwerk, kan je gewoon een bericht uitzetten. Hé, we zijn dan daar. Ja. En dan kan je gewoon met honderden evangelisten. En dat gebeurt nu al, hè. Dus ja. Het is heel mooi om te zien. Kijk, toen wij terugkwamen in Nederland, en zeker voordat we weggingen in Nederland, als je evangelisatie ging doen, ja, als je 5 man had, was je blij. Ja. En ik moet inmiddels zeggen, groepen van 30 man heb je zo op de been. Dus er is in Nederland al iets bezig. Gaande. Ja. En eigenlijk, hè, dat wil ik tegen de mensen thuis zeggen, je springt gewoon op een rijdende trein. God is dit al aan het doen. En het is gewoon meer van, doe je mee of niet? Weet je wel? En we gaan dit land echt gewoon vullen met het evangelie. Heerlijk. Halleluja. Heerlijk. We hebben ook gezegd, we gaan 1 ministers conference per jaar. Gaan we beide aan de bediening van de evangelisten. Mensen met een hart voor evangelisatie. Waarom? Omdat ze vaak uitgeblust zijn en willen dat vuur gewoon weer aanwakkeren. Dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Dus de eerste, Sander, heb jij hem bij de hand? Wanneer de eerste ministers conference is? 3 mei, toch? Of we hebben gewoon nou de Soul Winners conference. Ja, jij bent nog beter in data dan ik. Dat is ook niet zo heel moeilijk, hoor. Oh. Maar, halleluja, ik ben gegroeid. Mijn vrouw stuurt mij gewoon een appje. Hey Tom, volgende week ben ik jarig. Vergeet niet een cadeautje te kopen, anders zijn de kinderen zo teleurgesteld. In ieder geval, dus 3 mei hebben we de Soul Winner Conference. Dat is gewoon 1 dag om mensen aan te moedigen, aan te vuren. Jij zal er ook zijn. Yep. Wim Hoddenbach zal erbij zijn. En we doen ook, dat is trouwens besloten, dus niet dat er allemaal mensen voor de deur staan. Maar we doen ook 's morgens vroeg, doen we vaak bidden hier. Yep. En we waren aan bidden met z'n allen, met het team, met de voltijdstudenten, ministry teams. En toen sprak God. En toen God die visie sprak, dacht ik eerst, dit is het duur. Het kost een hoop geld. Duur grapje, God. Maar ik was aan het bidden over die Soul Winners School en het netwerk. Toen sprak God. God legde op mijn hart om 30 evangelisten in dienst te gaan nemen. Die gewoon vol tijd gaan evangeliseren. Ja. En eigenlijk ontstond het zo dat ik dacht van, hè, hoe kunnen we nou niet die druppel op die gloeiende plaat, maar echt dat we zoden aan de dijk zetten. Nou, als je 300 evangelisten traint en je komt op een punt dat, hè, dat ze 10 mensen per maand tot de Heer leiden, dat zou in principe gewoon goed te doen moeten zijn, dan heb je het over 3000 mensen die per maand tot geloof komen. Halleluja. Nou, als dat 12 maanden per jaar gebeurt, heb je het over 36.000 mensen per jaar. Maar toen dacht ik, ja, als je nou 30 evangelisten hebt, getrainde, gezalfde evangelisten, en die komen op een punt dat ze 10 mensen per dag tot de Heer leiden, nou ja, dan heb je dus gewoon over 300 mensen per dag, 1500 per week. En heb je dus over 6000 per maand. Dan heb je het over 72.000 per jaar. Even lesje hoofdrekenen voor halleluja, de kijkers thuis. Heel goed, halleluja, heel goed. Gewoon kaboom. Nou, met die 36.000 erbij van die gewoon van de evangelistenschop, dus gewoon over meer dan 100.000 mensen per jaar. Ja. En sommige mensen zeggen misschien van, ja, maar nou goed, dat ga je niet redden. Laten we de helft redden. Ja. Dan heb je het over 50.000 mensen per jaar, weet je wel? Wat jij zei, we moeten het land echt gaan innemen. Ja. Ik zie nou, mensen gaan net al concrete vragen stellen. Dus laten we er ook even concreet doorheen gaan. Nummer 1. Heb jij een hart voor evangelisatie? Meld je sowieso aan voor het evangelistennetwerk wat we op gaan zetten. En dat zie je op deze slide die nu in beeld komt. Daar kan je alvast aanmelden als je interesse hebt. En we zijn bezig om de tools op te bouwen. Maar dat is gewoon frontrunners.nl/evangelisatie. Ja. Dat is een hele belangrijke stap. Hmm. Daarnaast hebben we de Ministers Conference. Die is dus op 3 mei. Dank je, Willem. Check. Halleluja. We zijn nog aan het zoeken naar een locatie. Maar de Soul Winners Conference is ook voor alle evangelisten. Ja. Ook voor kerkleiders. Hè? Die zeggen, wij willen groeien in evangelisatie. We willen hier inderdaad in gaan groeien. Ja. We willen onze gemeente omtuigen, zeg maar, tot een Soul Winning Church. Weet je, dat zijn gewoon dingen, daar willen we het over gewoon hebben. Gewoon mensen met een hart voor evangelisatie, evangelisten, kerkleiders. Kom daar naartoe. Dat is op een vrijdag. De locatie laten we nog weten. Ja. Maar volgens mij komen mensen, hij staat al wel in de agenda, hè? Toch, Sander? En ook tickets. Dus frontrunners.nl/agenda kan je even aanmelden. Je kan dit natuurlijk straks ook even terugluisteren. En dan gaan we naar de Soul Winners School. Ja. En daar kunnen mensen zich ook al vanaf nu voor aanmelden. De eerste zaterdag zal zijn 1 juni. 1 juni uit mijn hoofd.
Ja. 1 juni, we hebben even tijd nodig om het op te tuigen. Ik weet niet waarom ze mij op de flyer hebben staan, maar jij komt er ook op. Want Willem zal echt veruit de meeste lessen geven. Ik zal wel betrokken zijn om ook onderwijs te geven over hoe kan je krachtig prediken, stuk genezing, bevrijding, altar calls, dat soort dingen. Ja. Maar Willem is echt een ras-evangelist. Dus die zal de school ook leiden. En je kan je dus aanmelden. De locatie we zullen verschillende locaties gaan gebruiken. Het zal een gedeelte in Geertruidenberg zijn, bij Jubilee, die dat gebouw mogen gebruiken. Maar ook een paar keer op andere plekken in het land, zodat we ook door het land heen gaan. En ik wil je echt aanmoedigen, maak hier prioriteit van. Zeg, ik ga mijn geloof handen en voeten geven. Ik ga leren om te getuigen, om te prediken. Het is 10 zaterdagen per jaar. Sommigen zeggen, ik moet 2 uur rijden. Kan jou dat schelen? Dan rij je lekker 2 uur, dan bid je lekker, Halleluja. Trek mensen mee, je hebt het gezellig onderling. Maar dit gaat echt heel belangrijk worden. Dus er staat een QR-code. De link is misschien wat ingewikkelder, maar die kan Sander wel eventjes in de reacties zetten. Dus de link staat in de reacties. Dus de data zijn trouwens al bekend, maar ik kan wel zeggen dat de eerste 1 juni is. En ik denk dat de rest van de data al op de site staat, of die komen er binnenkort op. Dus die komen er binnenkort op. Dus dat is iets wat waar we mee bezig zijn. En dan kunnen we meteen doorpakken al. Want we zijn dus ook een aparte partnercategorie gestart. Dat zijn de Soul Winners Partners. Er zit eigenlijk ook heel bijzondere gunst zit daarop. Amen. Kwam eigenlijk omdat het idee was dus, oké, we moeten ook 30 mensen in dienst gaan nemen. Willen we gewoon een visie hebben om 100.000 zielen per jaar tot Jezus te leiden in Nederland. Yes. Nou ja, 30 mensen in dienst nemen, dat kost jou minimaal 1 miljoen euro. Los nog van alle andere dingen die we doen. Mm. En dat klinkt als heel veel geld. Is ook een hele bak geld. Ja. Maar als je benadenkt dat je met zoiets 100.000 mensen per jaar tot Jezus kan leiden, dan heb je dus over 10 euro per ziel. En dan denk je, hey, waar gaat het eigenlijk over? Hè? Dus als je letterlijk voor 10 euro een ziel kon kopen, zou je zeggen, joh, hier heb je allemaal geld en al die mensen worden gered. Ja. Maar ik geloof ook, je had met elkaar de schouders eronder zetten. Ik dropte dit volgens mij voor het eerst in Twente tijdens de Revival Week. Ja. En volgens mij in 3 samenkomsten of 2 seminars en 1 samenkomst, dropte ik het van, hey, we gaan Soul Winner Partners opzetten. En misschien ben je al partner van Frontrunners. Ben ik ook. Maar ik ben het nog een keer geworden, ook zelf, voor Soul Winners. Ik had het alleen niet tegen mijn vrouw verteld, dus dat moest ik later nog doen. Maar toen zei ik, lieverd, we zijn ook voor 200 euro partner geworden van Soul Winners. Maar tijdens Twente waren mensen al voor 8.000 euro per maand partner geworden. Wow. Dus eigenlijk al 10%, want je hebt dan 83.000 euro per maand nodig om die 1 miljoen per jaar te redden. En omdat bijna iedereen kan wel zeggen, hey, ik word partner voor 10 euro voor Soul Winners of voor 20 euro voor Soul Winners. Gewoon heel concreet om zielen te winnen. Ja. En die komt nu ook in beeld. Dus ik wil jou echt vragen, misschien ben je al partner van Frontrunners. Mm. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar ik zou je willen vragen om ook partner te worden, al is het voor 10 euro. Ja. Van Soul Winners. En we hebben nu bijvoorbeeld, we hebben nu 300 mensen die kijken. Ja. Als we nu 300 mensen 10 of 20 euro per maand geven, heb je er weer duizenden euro's per maand bij. Wat gewoon weer een evangelist vrijzet. Oh. Waardoor gewoon iedere dag zielen tot geloof gaan komen. Ik had, sorry. Ja. Oh, die evangelisten gaan we trouwens selecteren. Nou, of los van mensen die we al kennen, die we op ons hart hebben. Of uit de school, of uit het netwerk. Ja, ik had laatst iemand die sprak een keer over en die zei, weet je, ik snap het helemaal, maar ik kom uit een achtergrond waarbij, zeg maar, het koppelen van geld aan zielen een beetje vraagtekens oproept, weet je wel, van bijna een soort aflaten handel uit de katholieke kerk. En toen hadden we een goed gesprek over en ik richt ook zijn aandacht op het boek Handelingen, waar je gewoon ziet dat opwekking kost echt heel veel geld. Ja. En dat kostte zo'n berg met geld dat gewoon mensen alles verkochten. Ja. Nou, dat heb ik jou nog niet horen vragen vandaag aan de mensen. Maar letterlijk, mensen verkochten alles, legden alles neer om zielen te winnen. Om het evangelie zich te laten verspreiden. Dat ging echt om een hele leven. En er was geen uitkering in die tijd, er was geen sociale zekerheid. Het was gewoon, wauw, je legde letterlijk alles neer aan de voeten van de apostelen. En op dat level zijn we nog niet, maar daar gaan we wel naartoe. Ik geloof dat we in een tijd komen waarbij de oog zo groot is. Het geloof om financieel deel te nemen aan het winnen van zielen, ook met middelen, dat God die ook vrijzet, weet je wel. En ik wil je ook gewoon bemoedigen als je zegt van, wauw, next level, dit is een challenge. Ga hierover in gebed, vraag het aan God, weet je, vraag zijn visie hierover. Het is zo makkelijk om te zeggen, ik doe al zoveel of ik doe dit of dat, maar we doen allemaal heel veel. Ja. En we willen alles geven aan Jezus, alles geven voor Jezus.
Dus ik wil je daar gewoon in bemoedigen. Ja. En we staan dus inderdaad vooral in geloof voor, hè, voor partners. Dat er gewoon continuïteit achter zit. Dat we daar op evangelisten aan kunnen nemen. Maar misschien zit je hier en zeg je wel, joh, ik heb misschien boven gemiddeld veel te besteden. Mensen die gewoon grote giften willen geven. Mm. Weet je, als je zegt van wacht, ik ben gewoon in staat om die eerste 100.000 euro te geven. Dat gewoon, hè, dat is ook op, dat je gewoon een paar klappen kunnen maken om alles op te zetten. Wat ik net zei, een campagne in Maastricht kost ons 50.000 euro. Om gewoon een goede locatie te hebben waar je 1000 mensen in kwijt kan. Straatevenrealisatie, een billboard, flyeren. Kost gewoon 50.000 euro. Ja. Maar wat is kostbaar? Er zijn zielen, zijn mensen die daar gered gaan worden. En dat we iets gewoon losmaken daarvoor het evangelie. En dat we gebied in bezit gaan nemen. Hoe kunnen mensen partner worden van Soulwinners, Sander? Er staat een QR-code in beeld. En is er ook een URL? Of, oh ja, frontrunners.nl/soulwinners-partner. Als je of de machtigingskaart in willen, maar die heb je thuis waarschijnlijk niet. Maar ga naar deze URL toe. En ik wil je echt, echt van harte vragen. Ga daar naartoe en doe het ook op dit moment. En in diensten lees ik dan ook vaak die tekst voor. Hè, waar Jezus zegt, hè, jullie moeten worden zoals mij, de zoon des mensen. Ja. Ik ben gekomen om mijn leven te geven als losprijs voor zielen. Weet je, Jezus gaf zijn leven. Wat kunnen wij geven als het gaat om zielen? Dus dat is eigenlijk de concrete oproep deze... uitzending zijn, meld je aan voor het netwerk, meld je aan voor de school als je daarin mee wil doen, neem ook mensen mee, nodig ze uit, stuur mensen in je omgeving een bericht, hey, kom op man, we gaan ons laten trainen in evangelisatie, we gaan zielen winnen. Come on. Als je interesse hebt, we zitten in de bediening, kom naar die Soulwinners dagen en word ook Soulwinner partner. We hadden laatst nog ergens hier een offer voor opgehaald. Ik weet niet meer waar dat was. In Goes. Oh ja, in Goes ook. En volgens mij zitten we op 10.000 euro per maand aan partnerschappen. Wow. Dus je ziet gewoon, er zit echt de gunst, de hand van God zit erop. En mooi. En dat is geweldig. Prijs de Heer. Kijk, Shanna vraagt meteen, wat is het evangelie in 3 minuten? Nou Willem, misschien is ook wel mooi. Kan jij meteen het evangelie delen? En als mensen kijken, en de gebedslijnen zijn alleen net dicht, maar anders kunnen ze volgende week dinsdag bellen of op andere momenten. Evangelie in 3 minuten. Dus hoe ik mensen train, en dat is uit ervaring in de praktijk, je gaat altijd richting een keuze. Dus ik heb heel lang gedacht dat evangelie is informatie geven. En dan moeten mensen zelf maar uitzoeken wat ze daarmee doen. Tot ik ontdekte dat in de Bijbel gebeurde dat niet. Preken ze altijd richting een keuze. En dan was de eindconclusie altijd, wil jij hier en nu bekeren? Bekeer je, was de opdracht. En dus evangelie in 3 minuten doe ik in 3 delen. Probleem, oplossing, keuze. En aan het probleem, heel simpel, ieder mens maakt fouten. Je hoeft geen kerktaal te gebruiken, heel simpel. Ieder mens wereldwijd zal ermee instemmen. Ieder mens maakt fouten. En die fouten doen onszelf pijn, die maken ons leven kapot, die maken andere mensen kapot, doen hen pijn, maar doen ook God pijn. En die fouten, legt de Bijbel uit, een soort natuurwet. Hè? Als ik dit waterflesje losgaat, dan gaat hij nooit omhoog, dan gaat hij altijd naar beneden. Dat is de zwaartekracht. Natuurwet in de geest is, als jij fouten maakt of zonde doet, dan ga je dood. En dus alles in deze wereld is onder de macht van de zonde gekomen en daardoor onder de macht van de dood. Dus je zondigt, je maakt fouten, ja, zeggen de mensen, doe ik. Dan ga je dood. Ja, dat klopt. En dan komt er iets heel heftigs. De Bijbel zegt, als jij doodgaat met zonde in je, kun je niet in Gods huis binnengaan. God gaat geen zonde, geen vuil importeren in zijn woning. En als je niet in Gods huis de hemel mag komen, is er maar één andere plek, één alternatief. En de Bijbel zegt, dat is de hel. Er zijn heel veel karikaturen van de hel, maar de hel is een echte plaats waar echte pijn is, waar echte spijt is en waar mensen voor eeuwig kapot gaan omdat ze niet bij God wilden zijn. Dus dat is het slechte nieuws, het probleem. Zonde, dood, eeuwige vernietiging. Nou, de oplossing is dat God naar deze wereld komt en hij neemt de zonde van alle mensen, van alle plaatsen, van alle tijden, neemt hij op zich. Is al gebeurd, 2000 jaar geleden. Er is niemand meer die kan zeggen, Jezus, doe maar niet voor mij. Hoeft niet voor mij, laat maar. Is al gebeurd, kun je niet kiezen. Jezus droeg de zonde. En als zondedrager werd hij aan een kruis genageld. Het executiemiddel van de Romeinen. Wij zouden tegenwoordig elektrische stoel doen, in Amerika althans. Maar hij werd aan een kruis gespijkerd. Hij werd geëxecuteerd als een zondaar, als een misdadiger. Hij ging dood in onze plaats. Dus zonde droeg hij, onze dood ging hij binnen. En vervolgens staat er in het woord dat Jezus afdaalde in de hel. Jezus trad gewoon het koninkrijk van duisternis binnen, het dodenrijk, waar Satan heerst, zegt de Bijbel. En hij ging daar binnen, niet om verslagen te zijn en gevangen te worden zoals de rest van de mensheid, maar om daar Satan zijn kop te vermorzelen en daar een grote buit van zielen mee te nemen uit het dodenrijk terug naar de hemel. En toen is hij opgestaan de derde dag, hebben we net met Pasen gevierd. Dat is een historisch feit dat Jezus opstond uit de dood. Er is zoveel bewijs voor. Je moet ongeveer niet in geschiedenis geloven, wil je de opstanding van Jezus ontkennen. Dus de oplossing is, Jezus droeg de zonde, hij ging dood in jou en mijn plaats.
Maar hij stond ook op uit de dood in eeuwig leven. En dan is hier jouw keuze. De Bijbel zegt, als jij je wilt bekeren van je zonde, als jij je wilt bekeren van je eigen mening, je eigen denkbeelden, en je wilt toekeren naar God, en Jezus wilt geloven en hem wilt volgen, met alles wat in je is, je leven daaraan wijden, dan belooft God dat zijn leven op jou komt. Dat het eeuwig leven van Jezus in jou komt, op jou komt. En dat je compleet verandert van binnenuit. Dat de zondige natuur wordt weggenomen, dat je een nieuw hart krijgt. En voor eeuwig mag leven met hem. En als jij dit voor het eerst hoort, of misschien stuurt iemand je deze link door, dan wil ik je gewoon heel kort uitdagen om met mij te bidden en te zeggen, ik kies hier en nu vandaag om dat offer van Jezus te aanvaarden, te eren en mijn leven aan hem te geven. Bid met me mee, zeg, Heere Jezus, dank u wel dat u voor mijn zonde aan het kruis bent gestorven. Ik geloof in u en ik kies vandaag om mijn hart te openen voor u. En ik leg mijn leven voor u neer en ik vraag u, vul mij met uw Heilige Geest en leid mij naar het eeuwige leven. Amen. God zegen is een krachtig gebed. Ik zegen ermee voor alle mensen die dit voor het eerst bidden. Voor alle andere luisteraars die mij het evangelie hebben horen preken in, ik hoop, 3 minuten. Ga dit doen. Ga er gewoon heel simpel het evangelie preken. Ja. Probleem, oplossing, keuze. En geef mensen die keuze. Het is hun keuze. Ja. En God gaat bewegen op hun reactie en hun gehoorzaamheid en geloof in Jezus naam. Amen. Amen. Heel krachtig. Heel krachtig. Ook als je dit gebed gebeden hebt, bel ook volgende week dinsdag naar de gebedslijn. Willen ook mensen nog voor je bidden dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Amen. En als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. Je kan ook ons ook mailen naar info@frontrunners.nl. En wij zorgen dat je heel snel gedoopt wordt. Dat je oude leven begraaft en opstaat in een nieuw leven met Christus. Amen. Nou, dit is echt even een paar minuten. Maar je ziet, jij geeft al zulke duidelijke tools. Dan kan je nagaan als je mensen daarmee aan de hand neemt in zo'n school. Je gaat het gewoon meteen in de praktijk brengen. En daarom doen wij 3 uitzendingen. Maar eigenlijk, ik weet, mensen zitten nu al te borrelen van binnen. Halleluja. En dat is ook wat de zalving van evangelist doet. Maar ook, je moet het praktisch maken. Ja. Want anders is het gevaar dat je zegt, ja, ik weet het wel. Ja. Maar je doet het niet. Ja. Dus ga er echt iets mee doen. Meld je aan voor de school. Meld je aan voor het netwerk. Word soulwinner partner. En help ons om de grote oogst binnen te halen. En daar wil ik het volgende week ook over hebben. Helaas kon jij er niet bij zijn. Maar dan gaan we het hebben over de grote opdracht en de grote oogst. En een keer daarna gaan we het weer verder hebben over leren evangeliseren. 16 april. Dus Willem, al heel erg bedankt dat je er hierbij was. God bless. We hebben echt genoten van je. Dus laten we Willem een emoji applaus geven op... op de fulltime school is het zo. Op YouTube. Het geluidsoverlast hier. Amen. Op YouTube. Geweldig. Oké, hartelijk bedankt voor het kijken. God zegen. En tot de volgende keer. En zet Maastricht in je agenda. Kom er naartoe. 24 tot 26 mei. Het MEC in Maastricht. Grote genezingscampagne. Ik geloof uniek voor Limburg en voor België. Kom er naartoe. Neem mensen mee. Nodig mensen uit. Nederland zal weten dat Jezus leeft. God zegen.